Ik heb mooie kreuzes en een leuke tip om oesters gegaard, dus warm of lauw te geven, is door middel van grof zeezout. En hiermee maak ik een bergje, waardoor de oesters niet omkantelen en het vocht wegloopt, want dat zou echt jammer zijn. En je kan op twee manieren te werk gaan. Of je neemt oesters die nog ongeopend zijn en met het slot wijs je richting het vuur. Daar is het het warmst. En dan gaat de oester rustig na een aantal minuutjes openkomen. Een tweede manier is om ze al vooraf open te maken. Ze licht warm laten worden en ze dan af te werken met een sausje of een kleine marinade of een vinaigrette. Zij die het lastig vinden om oesters open te maken, is de eerste manier ideaal, want de oesters zullen een klein beetje open gaan en kan je ze makkelijk openmaken.